Breda Nu. Je weet het meteen. Wij ontvangen vandaag een Chinese delegatie uit onze zusterstad Yangzhou. En waarom is dat in Breda? Breda heeft een stedenband met de stad Yangzhou. Dat komt voort uit een relatie die de provincie Noord-Brabant al meer dan 20 jaar heeft met de provincie Jiangsu. Yangzhou ligt in die provincie. Sinds 2009 hebben wij daar een stedenband mee en we proberen op allerlei manieren contact te bevorderen. Dus dat doet zowel bijvoorbeeld Mencia de Mendoza met een China-team van leerlingen die daar onlangs in Yangzhou zijn geweest. Die hebben weer een relatie met een middelbare school daar. Maar dat doen we ook heel graag met economie, met bedrijven. Want handel stimuleert. En dit zijn Chinese bedrijven uit de creatieve ondernemerssector. En zij willen heel graag kennis maken met een bedrijf in Breda dat juist in relatiegeschenken gespecialiseerd is. Maar ook het verhaal horen van de toeleverancier die weer zaken doet met China. En hierna gaan we naar VVV Breda, want zij verkopen ook weer die producten. En zo kunnen we misschien een verbinding leggen tussen wat de Chinese ondernemers uit onze zusterstad maken en wat wij hier graag in vraag en aanbod willen hebben. En zo kunnen we wellicht iets combineren zodat wij samen zaken kunnen doen. En dat willen we als gemeente heel graag stimuleren. Waren ze nog geïnteresseerd in speciale zaken? Ja, ze vonden eigenlijk, ze waren heel erg belangstellend eigenlijk wel op alle gebied. En ook waar wij alles laten maken. We hadden daarvoor ook een leverancier uitgenodigd. En die heeft allemaal verteld waar wij het vandaan halen, hoe dat het wordt bedrukt. En daar waren ze erg van onder indruk. En zijn er nog speciale dingetjes waarvan ze zegt, waarvan jij zegt van nou dat springt eruit. Daar hadden ze echt belangstelling voor. Of althans dat wilden ze hebben of meenemen naar China. Ja. Of misschien brachten ze wel Chinese producten hier naartoe. Ja, daar hoopten ze altijd wel op. Eén iemand doet echt ook in iets met borduren. Maar dat ging echt met geborduurde schilderijen. Nou ja, oké, dat doen wij hier niet in Nederland. Maar ze waren wel erg onder de indruk van de 3D-borduringen. Ze waren er echt over verbaasd. Hoe dat kan. En want hun doen alles nog met de hand. Dus dat is wel heel bijzonder. Dus dat vonden ze eigenlijk wel heel erg leuk. Houtproducten waren ze ook wel geïnteresseerd. En ook één dame die was had over cosmetic. Dus daar hebben we ook wat spulletjes van laten zien. Daar waren ze ook wel in geïnteresseerd. Ja. Dit zijn altijd leuke dingen voor Breda. Ook al zijn er maar 20 mensen hier. Die vertellen het rond als wij ze goed ontvangen. En ja, zeg nou zelf Hans, als ze één keer door onze stad zijn gelopen, dan gaan ze het verkopen, dat doen wij zelf ook. En zij ook, denk ik. Dus wij kunnen hier straks horden Chinezen verwachten? Zou ik wel fijn vinden. Maar ik denk dat dat nog een utopie is. Nou, ik zeg, het is goed dat China ook hier dit ziet. Maar er zijn nog heel veel Nederlanders die zelfs niet in onze stad zijn geweest. En daarvan zeg ik heel graag heel veel Nederlanders die het dan allemaal verkopen in het buitenland. Dat is het mooiste wat er is.